Partijgenoten. Duizenden containers. Ik stond er middenin. In alle kleuren, met opschriften in alle talen, die in al hun variatie en schijnbare chaos wachten om met militaire precisie naar hun plek van bestemming te komen. En met die containers verdienen bijna 100.000 Nederlanders dagelijks hun boterham. In de haven van Rotterdam, de grootste haven van Europa en een van de meest innovatieve en duurzame havens ter wereld. En ik sprak daar gisteren tussen die containers met de mensen die er werken. Met de mensen die bouwen aan die mooie Tweede Maasvlakte. Beren trots zijn ze op hun werk. Maar ze zijn ongerust over de toekomst. Is er voor hen straks nog een baan als dat mooie project af is? Of met de mannen van het loodswezen. Fantastisch werk, maar weg als de schepen wegblijven. Praat met de mensen die werken aan de Tweede Maasvlakte. De loodsen en alle andere werknemers in de haven van Rotterdam. En je weet het. Mensen hebben niks aan politici die hen dagelijks voorrekenen hoe hoog de staatsschuld wel niet is, maar die niets doen om hun baan voor de toekomst te behouden. Die mensen verwachten iets anders van de politiek. Ze verwachten dat wij er voor hen zijn, juist als het lastig wordt. Dat wij de keuzes maken die ervoor zorgen dat zij ook morgen nog hun brood kunnen verdienen. Zij verwachten strijdbaarheid, bijvoorbeeld tegen oprukkende financiële markten, tegen roekeloze bankiers die onze welvaart op het spel zetten. Zij verwachten dat wij de moed hebben om te doen wat nodig is om de eurocrisis op te lossen. En ze kijken daarvoor naar de Partij van de Arbeid. En terecht, wij zijn de partij. Dan, dames en heren, wij zijn de partij van wie mensen mogen verwachten dat we er voor ze staan. Dat we strijden voor hun baan, voor hun toekomst. En die verwachting, die moeten wij waarmaken. En beste mensen, die verwachting gaan wij waarmaken. Partijgenoten, groei en banen. Dat is waar de komende verkiezingen in essentie over gaan. Nederland is weggezakt in een recessie. En we moeten de weg omhoog weer vinden. In de afgelopen weken heb ik vele bedrijven bezocht en gezien hoeveel potentie we daarvoor gelukkig nog hebben. Neem VDL, het familiebedrijf van Wim van der Leegte, die allesmaker in Eindhoven en daarbuiten. Bij VDL laat Wim van der Leegte zien dat de combinatie van ondernemersinstinct en zorg voor werknemers een bedrijf kan laten groeien. Hij verplaatst geen productie naar lage lonenlanden. Hij koestert zijn werknemers. Hij overleefde de crisis. Hij overleefde die crisis van 2008, onder meer door de snelle inzet van onze deeltijd WW. Hij liet zijn oog vallen op Netcar. En ging niet, zoals een hedge fund, snel door de boekhouding om te zien of er maximale winst mogelijk was. Maar deze ondernemer, die gelooft in de Nederlandse maakindustrie, liep door de fabriekshallen van Netcar en praatte met de werknemers. Zo beoordeel je of je een goede fabriek koopt. En laten we hopen dat hij erin zal slagen om de beste autobouwers van Europa, de mannen en vrouwen van Netcar in Born, een doorstart te geven. Dat is goed voor Limburg, het is goed voor Nederland, het is goed voor groei en banen. Of neem Rijk Zwaan, zo'n groenteveredelingsbedrijf in het Westland. Het bedrijf doet het goed. Niet door voor de hoogste winst te gaan, maar door zijn werknemers te koesteren. Bij Rijk Zwaan vind je geen onzekere flexcontracten. Geen schimmige payrollconstructies. Elke werknemer krijgt daar een vast contract. Meteen. Directeur Ben Tax is loyaal aan mensen. En zijn mensen zijn loyaal aan hem. Ze zijn stuk voor stuk bereid om alles te geven voor het bedrijf. Een bedrijf als Rijk Zwaan heeft geen flitsontslag nodig, waarmee werknemers zomaar de laan uit kunnen vliegen. Nederland heeft geen flitsontslag nodig. Nederland heeft Ben Taxen nodig. En ook op andere plekken in Nederland zien we hoe het wel kan. Op het Bioscience Park in Leiden wordt op een paar vierkante kilometer, ingeklemd tussen de A44 en het spoor, door ondernemers, door universiteiten, het HBO, het MBO en de lokale overheid, intensief samengewerkt. Samen op zoek naar dat ene baanbrekende medicijn. Die ene allesbepalende techniek halen bedrijven het beste uit zichzelf en uit elkaar. Op het Bioscience Park geldt niet de wet van de sterkste, maar de wet van samen sterker.
Met betrokken bestuurders, zoals onze burgemeester Henry Lemfrink, die gelooft in een overheid die een verschil kan maken bij het laten bloeien van een regio. En met succes. Het is die samenwerking die Nederland sterker en socialer maakt. De haven van Rotterdam, dames en heren. De haven van Rotterdam, VDL, Rijkszwaan en het Bioscience Park. Dat zijn voorbeelden die bewijzen dat deze crisis geen natuurwet is. Dat je je niet hoeft neer te leggen bij de grillen van de markt. Dat je je niet hoeft blind te staren op de korte termijn. Dat weggooiwerknemers niet de norm zijn. Zij laten zien dat je met investeren op lange termijn, met goed werkgeverschap, met innovatie, met samenwerken en met een overheid die zich actief opstelt, sterker uit de crisis komt. En ze vinden in de Partij van de Arbeid hun bondgenoot. Wij zijn de partij die in haar beginselprogramma heeft staan dat politiek ertoe doet. Wij zijn de partij die vindt dat een overheid niet machteloos mag toekijken. Wij zijn de partij die de wereld niet accepteert zoals die is, maar haar wil maken zoals wij willen dat die wordt. Elke dag opnieuw. En dus willen wij er alles aan doen om te zorgen dat Nederland weer gaat groeien. Dat er banen bijkomen. En dat betekent dat we investeringen aanjagen. Het betekent dat we de hyperflexibiliteit op die arbeidsmarkt tegengaan. Dat we actief een trots industriebeleid gaan voeren. Dat we gaan investeren in onderwijs, de motor van de toekomst. En dat betekent ook dat we afscheid nemen van oneerlijke en onverstandige maatregelen, zoals een btw-verhoging of een forense tax. Omdat wij zien dat een btw-verhoging juist nu de middenstand de nek omdraait. En dat een forense tax als straf op het iedere ochtend naar je werk gaan, juist nu de economie zo schaadt. Dat is het laatste wat Nederland nodig heeft. Nederland heeft groei nodig. Mensen hebben banen nodig. Kinderen hebben onderwijs nodig. Ouderen hebben goede zorg nodig. Dat is wat Nederland nodig heeft. En dat is waar u en ik elke dag voor gaan strijden. Beste mensen, Nederland heeft nu de kans om sterker en socialer te worden. Na 2 jaar tijdverlies onder dit kabinet. En niet alleen tijdverlies. Er ging veel meer verloren in de afgelopen 2 jaar. Want stelt u zichzelf nou eens die simpele vraag. Is ons land er beter op geworden in de afgelopen 2 jaar? Zijn wij een sterker, socialer, prettiger land na 2 jaar Rutte, Verhagen en Wilders? 2 jaar waarin Nederland wegzakte in een recessie, terwijl landen om ons heen bleven groeien. Waarin de woningmarkt muurvast kwam te zitten. Het vertrouwen van mensen in de economie tot een dieptepunt daalde en tienduizenden mensen hun baan verloren. 2 jaar waarin publieke voorzieningen, goed onderwijs, een veilige straat, betaalbare zorg, ze werden uitgehold. En de geluksmachines van onze samenleving, die onderwijzer, de agent, de verpleger, ze kwamen in de kou te staan. En 2 jaar waarin, gedoogd door CDA en VVD, met rancuneus revanchisme, de verschillen tussen groepen mensen werden vergroot. Allochtoon versus autochtoon. Pool versus Nederlander. Hier geboren versus immigrant. VVD en CDA weten niet hoe snel ze de schandvlek van regeren met de PVV van zich af moeten wassen. Maar ze kunnen niet wegduiken voor wat er kapot is gemaakt. De brug tussen bevolkingsgroepen is weggeslagen. En dat heeft velen geraakt. Mij ook. En ik zeg hier tegen de inwoners van Nederland, die zich soms wel eens afvroegen de afgelopen tijd of dit nog wel hun land is. Ja, dit is uw land. Dit is ons land. En samen gaan wij die brug weer herstellen. Partijgenoten. Partijgenoten. Na twee jaar is er ook veel te herstellen. Maar wij zijn er klaar voor. Met een prachtige kandidatenlijst, in welke volgorde u hem zo meteen ook vaststelt. Met een ijzersterk programma, een tot op het bot gemotiveerde partij en duizenden geweldige vrijwilligers, gaan wij Nederland laten zien dat het ook anders kan. Wij zullen Nederland laten zien dat je met verstandig begrotingsbeleid de schatkist op orde kunt krijgen en ruimte kunt houden om de economie te laten groeien, banen te behouden en zo Nederland sterker te maken. We zullen laten zien dat je de zorg kunt versterken zonder dat extra geld kost. Als je ervoor zorgt dat ziekenhuizen met elkaar gaan samenwerken in plaats van met elkaar gaan concurreren. Als je specialisten niet meer per verrichting betaalt, maar gewoon een goed loon voor goed werk geeft.
En als je de zorg dichter bij mensen organiseert en een einde maakt aan de doorgeschoten marktwerking. Wij zullen laten zien dat je de woningmarkt weer uit het slop kunt halen. Dat er weer huizen gekocht, verkocht, gebouwd en verbouwd kunnen worden. Omdat wij de hypotheekrenteaftrek terugbrengen tot datgene wat die ooit was. Een stimulans voor huizenbezit. Geen subsidie op rijkdom. We zullen Nederland laten zien. Dames en heren, wij zullen Nederland laten zien dat je de pijn van de crisis eerlijk kunt verdelen. Door van degene met de hoogste inkomens, de hoogste vermogens en de duurste huizen iets extra's te vragen en de mensen met een smalle beurs te ontzien. Door premies en eigen risico's in de zorg inkomensafhankelijk te maken. Dames en heren, met onze kandidaten, met ons programma zullen wij Nederland laten zien wat wij allemaal in huis hebben. De Partij van de Arbeid. Dames en heren, de Partij van de Arbeid zal Nederland laten zien dat er een alternatief is. Want de keuze ligt voor. Wordt Nederland na 12 september het land wat zich verder achter de dijken verschuilt? Of laten wij onze kinderen met trots een open samenleving na? Wordt Nederland gereduceerd tot een verzameling individuen? Of worden we een land waarin we elkaar samen sterker willen maken? Wordt Nederland het land van Rutte, waarin mensen vergeefs dromen van werk? Nee. De Partij van de Arbeid kiest voor een land waarin mensen werk kunnen maken van hun dromen. En partijgenoten, dat sterkere en socialere Nederland, dat staat niet op zichzelf. De toekomst van een sterk sociaal Nederland ligt in Europa. Alleen een Europa dat groeit, laat Nederland groeien. En alleen een Europa dat werkt, laat Nederland werken. En Europa groeit niet. Met name in Zuid-Europa zakken landen dieper weg in een recessie. In een aantal van die landen is de jeugdwerkloosheid inmiddels 50%. Dat is 1 op de 2 jongeren die zonder perspectief op dreigt te groeien. En dan hoor ik de premier zeggen dat hij niks met Grieken heeft. Partijgenoten, een verloren generatie in Europa gaat ons sociaaldemocraten wel aan het hart. En dan kijken wij niet van de zijlijn toe, dan komen we dus in actie. Maar ook degenen die zich slechts bekommeren om wat er zich hier afspeelt, die moeten zich inmiddels zorgen gaan maken. Het is namelijk niet alleen hun probleem daar, het is ook ons probleem hier. Een Zuid-Europa dat wegzakt in een recessie, raakt ook onze export. Vraag het de mensen in de haven van Rotterdam maar. En de banken die omvallen in Zuid-Europa, die sleuren Nederlands spaar- en pensioengeld mee in de afgrond. En de afgelopen dagen is Europa er alweer net in geslaagd om net op tijd van die afgrond weg te sturen. Alweer werden op het laatste moment een paar cruciale kleine stapjes in de goede richting gezet. En alweer dreigen die stappen vervolgens teniet gedaan te worden door politici die zodra ze uit Brussel naar huis vertrekken, de gemaakte afspraken weer voor eigen electorale consumptie bijbuigen. En die politici die spelen met vuur. Het wordt tijd dat politici het eerlijke verhaal gaan vertellen over Europa. Houd dus op met beweren dat we allemaal ons geld terug zullen krijgen, Mark. Vertel geen sprookjes over de geldpers van de Europese Centrale Bank die alle problemen oplost, Emiel. En verkoop geen illusies over de euroloze welvaart Geert. Het echte verhaal is dat we van het geleende geld minder zullen terugzien dan we hoopten. En dat we meer zeggenschap zullen delen met anderen dan we misschien comfortabel vinden. Het echte verhaal is dat het nog wel even duurt voordat Europa echt uit de problemen is. En niettemin kunnen wij dat echte verhaal met overtuiging uitdragen. Omdat wij vinden dat Europa weer een politiek project moet worden. Geen boekhoudkundige exercitie. Omdat we een Europa willen dat niet door markten wordt gedomineerd. Een Europa dus waarin werknemers niet op arbeidsvoorwaarden tegen elkaar worden uitgespeeld. Waarin multinationals niet langer landen tegen elkaar uitspelen op die belastingdoeceurtjes. Een Europa dat veel meer is dan een markt en een munt. Een Europa waar jongeren in Nederland en Spanje weer hoop aan kunnen ontlenen. En bij dat Europa hoort dus geen goedkope retoriek. Bij dat Europa hoort een eerlijk sociaal-democratisch verhaal.
En bij dat Europa... Bij dat Europa hoort dus ook politieke samenwerking. Allereerst met onze Europese sociaal-democratische collega's. De afgelopen maanden heeft de Partij van de Arbeid samen met onder andere de SPD in Duitsland en de Franse Parti Socialist gewerkt aan een gezamenlijke, concrete agenda voor dat sterkere sociale Europa dat weer groeit en banen creëert. De banden worden aangehaald. Dat werd vanochtend onderstreept door de speech van de leider van de Sociaaldemocraten in het Europees Parlement, Hannes Swoboda. Met onze internationale traditie kunnen wij dat verschil maken in Europa en daar ben ik trots op. Partijgenoten, het zijn dus geen eenvoudige tijden. Maar als ik denk aan de kracht van de Rotterdamse haven, aan het Bioscience Park in Leiden, als ik kijk naar ondernemers zoals Wim van der Leegte en Ben Tax, en als ik de kracht zie van vele van onze frontlijnhelden in het onderwijs, de zorg en op straat, als ik naar de mogelijkheden van de volgende generatie kijk, dan weet ik zeker dat we met onze ideeën en onze keuzes in staat zijn om Nederland weer op de juiste koers te krijgen. Richting een land dat zijn groei en optimisme weer terugvindt. Een land waarin we samen elkaar sterker maken, waarin iedereen een eerlijke kans krijgt. Alle ingrediënten zijn daarvoor aanwezig. Althans, bijna alle. Eén ingrediënt ontbreekt nog. En dat is de juiste verkiezingsuitslag op 12 september. En daarom, partijgenoten, staat ons vanaf nu nog 3 dingen te doen. Campagne voeren, campagne voeren en campagne voeren. En dames en heren, als u daarbij nou net zo optimistisch bent over de mogelijkheden van dit mooie land, zoals ik dat ben. Als u net zo enthousiast bent over onze ideeën, als ik dat ben. En als u net zo trots bent op onze partij, als ik dat ben. Dan gaan wij vanaf nu 74 dagen lang, gesprek voor gesprek, deur voor deur, markt voor markt, iedereen meenemen richting die nieuwe toekomst. Naar een sterker en socialer Nederland. Op naar de overwinning in 12 september.